Ik weet dat er op dit ogenblik heel wat mannen zijn die kijken. En als we dan zo meteen deze dame naast mij in beeld krijgen, die zeggen van, oh, je hebt het al over dieren. Nee, het gaat niet over dieren. Het is wel een lekker dier, maar ze is vooral schrijfster van boeken. Aloka Liefrink. Dag Aloka. Goedemiddag. Zeg, je hebt een nieuw boek geschreven, De Passiecoach. Ja. Je bent van Lommel, maar je hebt eigenlijk toch al wat boeken geschreven. Hè? Dit is mijn derde project geweest. En we zijn momenteel met een vierde project bezig natuurlijk. Wie schrijft, die wil blijven natuurlijk. Ja. Zeg, je bent begonnen met een autobiografie. Ja. Maar dit, je derde boek, De Passiecoach, is een thriller. Ja. Ook voor de boekenbeurs. Ook voor de boekenbeurs. 10 november zitten we er vanaf 14 uur. En gaan we er volop voor. Maar waarom moet ik jouw boek lezen buiten al die anderen? Ik zou niet zeggen dat je dit boek moet lezen buiten al die anderen. Ik zou zeggen, dit is gewoon een heel andere, een andere Aloka Liefrink. Een autobiografie die schrijf je neer vanuit heel intensieve belevenissen die je zelf hebt doorgemaakt, waar je zelf doorgesprongen bent. Thrillers schrijf je neer vanuit wat je beleefd hebt, wat je beluisterd hebt. Wat je gelezen hebt natuurlijk. Ja, want het is eigenlijk heel jammer dat het niet autobiografisch is, want het gaat over de passiecoach. Iemand die in een lange relatie zonder passie komt te zitten en dan op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging. Ja, het is een, wat mij betreft een heel hedendaags thema dat mensen op zoek zijn naar ultieme kicks. Of dat nu gaat om relationele aangelegenheden of omdat dat nu gaat om drugs of om snel autorijden. Of om internetgebruik. Men is heel snel op zoek naar kicks. En dat is eigenlijk de moraal achter mijn verhaal. Ja, want in het boek gaat iemand zelfs een beetje over de scheef. Een saaie relatie waar dan een grote uitspatting volgt. Ja, de hoofdpersonage wil dus absoluut die relatie nog wel ergens redden. Door middel van een passiecoach. En een passiecoach is eigenlijk, het is een woord dat ik ook zelf heb bedacht. Ja. Is iemand die eigenlijk eenmalige gebeurtenissen kan opvullen. Dus wil je een filosofisch gesprek, kun je perfect met die passiecoach afspreken. Heb jij nooit echt een leuke seksuele relatie gehad, dan kun je een passioneel moment met die kerel beleven. Oeh. Dus Petra, mijn hoofdpersonage, begeeft zich op een gegeven moment op dat gladde pad. Want één keer met iemand intiem zijn, is daarom nog niet vreemd gaan. Oké. Okay. Maar ja, misschien sta je binnenkort ook in de krant, want het was onlangs toch zo'n boek. Hoe heet het ook alweer? Dat vrouwen veel meer zin dit krijgen in seks. Is dat ook de bedoeling van dit boek? Nee, dat is eigenlijk niet de bedoeling van dit boek. Ik denk dat zowel mannen als vrouwen met dit probleem kunnen te kampen krijgen. Er is de afgelopen jaren genoeg geschreven geweest over mannen die een vrouw van lichte zeden bezoekt. Maar er is heel weinig beschreven over een vrouw die een gigolo, een passiecoach, contacteert. Wel, als je dit allemaal wil lezen, dan moet je zeker De Passiecoach zien van Aloka Liefrink. Je kan ze trouwens ook winnen bij ons, www.tvl.be. Klik op Doe mee. We hebben daar 5 exemplaren voor jullie. Alvast bedankt voor je komst, Aloka. Maar je moet dringend door. Je hebt nog veel vergaderingen, want je gaat iets spannends doen binnenkort. Ik ga iets heel spannends doen. Vanaf 14 oktober zijn er de verkiezingen voor de groei in de stad Lommel. En ik engageer mij voor de Open VLD. Een auteur op de lijst. Allee, voilà. Heel veel succes aan alle kandidaten trouwens in Limburg. En Aloka, bedankt voor je komst.